Kom, Melanie, kom spelen. Ach nee, Melik, ik ga jou niet subatten. Zeg nou, zij spelen lekker samen met jou. Zij wil niet. Wat kan je anders doen om haar te betrekken met die spelletje? Als zij niet samen spelen genoeg, dan zal ik misschien voor haar wel iets doen om te spelen. I'm Gerry Smit. I'm an educational psychologist and the founder of the New Life Community Project. For the last few years, I'm full-time involved in dealing with the problem of at-risk children, street children coming from poor families. Our aims are to strengthen families and promote schooling and healthy brain development. When I first arrived here, the very first impression was when you stop, there were just children around all the time. Begging, hassling people. We discovered that a lot of them actually stayed on the garbage dump. Shaheen, hoe lang geleden heb jij hier gebleven? Ja, dat is nog 3 jaar. Wat ik 3 jaar? Ik kan nog een douw, meneer. Tussen al die vuil. Tussen al die gerommel, meneer. Al die vuilers, meneer. Nou, hoe eten mensen? Als jullie niet honger, niet waken, en jullie kort. Eten mensen benen, meneer. Wees voor mij. Wat een benen is dit? There were plus minus 40 children on the streets, on the garbage dump. And that actually reduced drastically, because at the moment there are around about 6 street children in Beaufort West. So he blij nou lekker voor mij. Iemand, wat is jouw naam? Jonathan. Waar is jouw ma? Ver. Zee, so ze blij ver. So ons moet een plan maken dat jij bij jouw ma ook komt. Beaufort West project, we have 8 community-based home units. In a sense, you can say that becomes a second home for this child. This is where they actually find their sense of security. En dan sal ons probeer om by die skool te kry. Ek sal met die meneer gaan praat by die skool. Nee, dit is geen probleem. Ons sal vir hom help vir die dag. Okay, Jonathan, sal vir jou sien weer, hoor. Mooi dag hierso. Dankie. Dankie. Bye bye. Firstly, you need to start on the streets or the garbage dumps. So we have street workers creating trusting relationships with children. And then we link that to a container system in the communities. And from that container in the community, we have community-based home units. One of our main aims is a reintegration back to mainstream schools and also to create strategies to ensure sustainability. Jonathan, antwoord voor ons. 2 koppies dam. Prachtig, bij 3 koppies dam. Ik is eigenlijk verschrikkelijk blij om te zien Jonathan is vandaag in die school. Want als een mens kijkt waar hij vandaan komt, van die vullershoepen af, en hoe prachtig hij lijkt hier bij die school, dan is daar iets baie bijzonders met hem gebeurd. Hij vorder stadig, maar hij vorder. Daar is een verbetering elke dag. En jullie hebben een groot bijdrage geleverd om die verandering te brengen. Ons het groot waardering daarvan van al die projecten. Ja. We call it community TV. Yes, that's our term. When people from the community, they just see them on this TV screen. For them, this is a very special moment. They laugh and they just enjoy it. It's an opportunity for basic awareness. All these in the community issues. Kom eens kijk even hier. Daar gooi je nou die stokjes. Nee? Daar gooi je nou die stokjes. Want zij zit nou daar. Jij begint net speel. Maar zij verstaan niet waarover die spelletje gaat. Nou verloor zij belangstelling. Kijk, daar begin je van zij speel. Nou zij zei nee, zij wil niet spelen. Want zij voelt niet, zij verstaan die spelletje niet. Zij voelt niet, jij daar rechtig probeert betrekken. Melanie, ik en jij gaan naar de gamepie spelen, nee? We focus on the child and the family because we truly believe that any positive development starts at home. So you involve them and empower them to have a positive influence on their child, better understanding of their child, and be a better parent.